Je hoort dit ermee te doen. Ja, telkens erin, eruit, denk ik. Dat gewoon heel het kan heel leuk zijn. Oh. Heel erg klein. Ja, die vind ik tof. En dan ga je praten en dan gaat hij zo... Ik vind het echt zo leuk. Ja. Hier hou ik totaal niet van. Wat heb je? Hoe moet dit? Eeuw. Mijn moeder zou hier echt nu om gillen. Ik vind deze zo lelijk. Wat dacht je toen je dit bestelde? Maar het is zo grappig dat je dit gewoon allemaal voor minder dan een euro kunt bestellen. Superleuk deze. Wat is dit nou? Hallo allemaal, welkom bij een nieuwe video. Ik zit hier weer, of niet weer, ik weet niet welke video jullie eerst zien, maar met Rebecca. We hebben ook een mukbang opgenomen op Rebecca's kanaal. Een mukbang op mijn kanaal. We hebben samen heel veel gevlogd. En nu gaan we iets best wel leuks doen, want jullie, mijn kijkers in ieder geval, die weten waarschijnlijk wel dat ik heel veel op AliExpress heb besteld. En dat ik laatst een video heb gemaakt en daar vroeg ik, vinden jullie het leuk als ik gewoon allemaal oude dingen die ik nog heb liggen laat zien. Ook al heb ik geen linkjes meer. Meestal is het nog wel te krijgen, maar dan via een andere link of zo. Ja, en dan doet die link het niet meer. Ja, en dat vonden jullie leuk. Dus toen zei ik tegen Rebecca, hey, let's do it! Ik heb een hele tas. Ik vind het altijd wel leuk om in categorieën te werken. Vol met sieraden en echt veel. Rebecca weet sowieso niet wat het is. Nee, geen idee. Ik heb het laatst een half jaar geleden besteld of zo. Echt zo lang al? Het zijn denk ik wel 30 dingen of zo. Het is echt heel veel. Ik denk dat 30 inderdaad, dat redt zeker wel. Dus we gaan gewoon, als jullie een duimpje omhoog hebben gegeven, dan gaan we beginnen. Ja, we wachten even. Doe maar even. Abonneren. 5. Na de video ook 4, even op Rebecca abonneren. 3, 2, 1. Let's go. Oké, nu mogen we beginnen. Nu heeft iedereen een duimpje omhoog gedaan. Ik vind dit dus heel kijk leuk. Kijk die staart. Bobby. Ik heb dit dus echt nooit echt gezien, puur sieraden. Dus nee, ik vind ook het wel niet. Heel leuk. Ik word er wel een beetje hebberig van. Ja. Het is een beetje vervelend. Niet vervelend, maar het is niet van mij. Ik ga gewoon nu zonder echt na te denken gewoon de bovenste pakken of okay. Zo. Oh, deze zie je ook echt niet wat het is. Oh nee, ook grappig. Ook tegelijk openmaken, denk ja, ik. Ja, toch? Ja, ik zie wel dat ik deze dus niet leuk vind. Leuk! Dit vind je wel leuk. Tenminste, ik vind het wel leuk, maar heel basic. Hij ziet er wel heel goed uit. Die vind ik heel mooi. Het is wel heel tof bij een horloge, dit. Ik heb dus dit, Rebecca, van die... Van die earcuffs. Noem je dat toch? Cuff? Ja. Een cuff? Hoe kan je dit nou alleen doen, hè? Een armband. Moet ik je even helpen? Zijn er mensen die dit alleen kunnen? Ja, ik doe het altijd alleen. Nou ja, ik ken het wel als ik een armband echt al ken. Ja! Nou jongens, hij is wel heel groot. Hij is lekker dik. Ik vind hem mooi. Maar deze dingen... Maar ik heb gewoon te dunne polsen, want als ik dit doe is hij af. Kijk. Ja, en hoe blijft dit zitten? Dichter naar elkaar toe knijpen. Kan niet. Niet? Is hij zo dik? Kijk maar. Je kan dit niet dichter bij elkaar toe doen. En als je nou in je oorschelp doet, is dat de bedoeling? Dit? Nee, ziet er niet uit. Wel? Zo. Oh. Ja. Denk ik. Ik denk dat je mee... Maar dat ziet er zo nep uit. Dus dit is gewoon puur voor helemaal om je oor. Ja, en mij lukt het niet. Lukt dit? Lekker kijken. Heel erg klein. Heel benieuwd. Sterretjes? Nee, een soort driehoek. Oh, dit ziet er wel heel goedkoop uit. Ik vind het grappig dat wij zeg maar tegelijk het doen. Ik ben benieuwd... Daar ben je te kijken nu op dit moment. Ja, en ik ben ook heel benieuwd of het niet vervelend is. Want je wil natuurlijk twee keer kijken. Ja, maar anders is het veel te lang. Ja, en we houden natuurlijk wel rekening mee. Ja, je kunt ook gewoon terugspoelen desnoods. Maar, oh, wat leuk! Ja, schattig, maar het lijkt net of je beest dan overleden is, vind je niet? En hij draait niet recht. Het lijkt wel ter nagedachtenis van. Oh ja. Ja. En ik heb een choker. En op zich kan je hier ook gewoon niet te fout mee ingaan, vind ik. Toch? Ja, ik vind hem leuk. Ik denk dat dit gewoon altijd goed is. Je hebt echt van die shops die dit voor heel veel geld verkopen. Oh ja, zeker. Botte. Nou, dit is de ketting. Ja, ik vind hem wel cute, maar ik vind hem er echt wel kinderlijk uitzien. Die van mij, die van jou niet. Die vind ik heel leuk, die jij nu hebt. Ik denk dat dit... Ja, je kan hier gewoon niet mee fout gaan. Ik ben zo blij dat ik dit nu allemaal heb, want ik heb zo erg mijn kettingen en zo nodig. Oh, maar die gaat denk ik wel de hele tijd draaien. Ja, dat merk je nu al. Je weet niet wanneer die recht zit en dan denk ik... Ik voel dat hij niet recht zit. Hij zit hier geknikt, maar ik vind hem erg mooi. Hij is leuk, hè? Hij is wel heel klein, want hij zit op zit bijna het laatste gaatje. Ja. Oh. En dan ga je praten en dan gaat hij zo... Laat je hem om nu? Of ga je hem weer afdoen? Nee, ik hou hem gewoon om, tot totdat ik een nieuwe heb. Oké. Ik heb dus nu al hele schattige oorbelletjes. Ik moet niet kijken wat ik pak. Oh, ik ga ook even mijn tweede gaatje uitdoen wel, hoor. Dat is wel leuker. Doe jij ook even? Hier hou ik totaal niet van. Wat heb je? Een cactusketting. Oh, leuk. Nee, ik hou niet van cactussen. Ik vind die tijd helemaal geweest. Ja. Net als die hype toen met flamingo's en
Maar als jij ook even je oorbellen uit doet, kijk, dan kunnen we echt eventjes oorbelletjes in doen. Ja, ik ga deze niet eens omdoen. Ik vind hem super schattig, maar ik vind hem niet... Ik zou het nooit, never nooit bestellen. Ik vind hem te groot. Ja, als die kleine subtiel... Dit is super leuk. Mijn moeder zou hier echt nu om gillen. Echt? Die wil ik! Maar hij is wel groot. Ja, hij is heel groot. Ga je hem niet omdoen? Nee. Nee, ik vind hem niet leuk. Zeg maar, voor mij vind ik hem gewoon niet leuk. Kijk, ik heb een vogeloorbel in. Maar ik dacht, als je ook even je oorbellen uit doet, kunnen we nog steeds één oorbel in doen. Snap je? Oh, hij valt wel mooi hoor. Als ja, je lekker lang. Een leuke losse top aan, hè? Ik heb nu dus één vogeloorbelletje in. Ik vind die wel heel cute. Ik denk dat ik die ook wil bestellen. Die cactus? Nee, die vogel. Oh. Ik vind vogels heel erg leuk. Ik ook. Ik vind hem echt heel leuk. Kijk, hij is ook subtiel. Oh, hij is wel verkeerd om. Hey, kijk naar beneden. Oh, deze heb ik ook in het zilver. Ja, ik heb die ook in het zilver al. Dan heb ik er nog veel meer met sterretjes. Ja, ik heb daar ook weer sterretjes. Ik vond hem zo leuk dat ik er toen volgens mij heel veel ben gaan bestellen. Ja, omdat het gewoon geen drol kost. Oh ja, ik zie hem ook in het zilver liggen. Ja. Dit vind ik heel leuk. Goud bij Panterprint. Die je nu aan hebt, ja. Ja, dit vind ik echt heel tof. Ik heb nu een balkjesoorbel. Moeten we zeggen wat we van de kwaliteit vinden of zo? Ik vind het, ja, ik koop altijd Primark sieraden. Ja, ik ook. Ik heb eigenlijk altijd goedkope sieraden. Balkje. Vind je ervan? Oh, laat ik even een spiegel hier zetten. Dan kunnen we nog wat zien. Oh ja, ik wist al dat ik deze leuk vond. Ik zie nu echt helemaal niks hoor. Oh ja. Ja, die vind ik tof. Deze staat echt heel erg leuk. Ik merk nu al dat ik een beetje rood word hier. Ik vind deze heel erg leuk staan bij Geweldig. Echt geweldig. Echt heel erg tof. Maar ik heb hem volgens mij. Daarom dacht ik, ik moet inslaan. Hij is wel geelgoud. Maar ik vind het zo leuk bij Panterprint staan. Maar wat vind je, zeg maar, zo ik bedoel met donker zilver? Ja, ik snap het wel. Ik hou echt van glimmend. Ja, ik vind ze te leuk om ze niet leuk te vinden. Ja, maar ze zijn sowieso chill. Maar oorbellen vind ik altijd handig. Maar het is zo grappig dat je dit gewoon allemaal voor minder dan een euro kunt bestellen. Superleuk deze. Deze ga ik niet erbij doen, denk ik. Dat is een merk. Ja, mag niet, hè? Oh, die wil ik niet. Heb je ook armbandjes? Ja, die vind ik ook heel lelijk. Waarom heb je dit besteld? Deze vind ik ook lelijk. Dit vind ik wel. Ik zou het niet bestellen, maar ik vind het heel vakantieachtig. Ja, op vakantie heel ga je er erg blij leuk. Mee zijn. Wat is dit nou? Oh. Huh? Hebben jullie ooit zo'n systeem? Ja, dat ken ik. Maar dat vind ik dus niet lekker zitten. Dat moet je echt in je gaatje schuiven. Oh, wat leuk. Ja, oké, totaal niet bij deze combi. Nee, ik denk dat bij jou ook heel leuk staat. Ik vind het bij mezelf ook altijd leuk. Ik vind het wel heel tof. Ja. Kijk nou. Ja, die vind ik wel heel leuk hoor. Heel leuk. Er zit ook een ketting die hier op lijkt. Ja, hier, dat steentje. Ik heb nu dus, het lijken wel hagedissen, maar het zijn veren. Zijn het veren? Ik vind het wel handig. Dat het vleugels waren. Nee, maar zo moet dat niet. Hè? Huh? Ja. Nee. Ze horen zo, kom eens. Je hoort dit ermee te doen. Dit. Zo hoorden ze. Oh, leuk! Nee, dat ik laat ze gewoon hangen en dan... Ja. Nee, ze horen als een... Heel leuk, maar niet tijdens het filmen. Oké, dit vind ik... Leuk, hè? Ik denk dat heel veel mensen hier blij mee zijn dat ze dit kunnen weer vinden op Ali. Zoek gewoon op verder, earring. Ja. Vanaf laagste prijs doe ik altijd. Doe ik ook altijd. Ik vind deze ook leuk, hoor. Qua vakantie heel feeling. Heel leuk. Niet qua het totale plaatje nu, maar... Oh, ik vind het leuk. Tof, toch? Ik vind het echt zo leuk. Ja. Ga ook sieraden op AliExpress bestellen. Dat is toch geweldig? Ik heb er een paar die al onderweg zijn. Oh, goed zo. AliExpress video hoop ik deze maand. Oh, nou kijk even dan naar Rebecca de video. Ja. Oh, je hebt inderdaad heel veel sterren. Eeuw. Dat was mijn sterrenfase. Ja, die wil ik ook steeds niet pakken. Eeuw. Maar wat is het? Ugly. Waar ligt wat we al getest hebben hier? Ik moet de kat voorstellen. Ja, ik kan het beter wel in de zakjes doen inderdaad. Oké, ik doe iets wat me heel erg... Ja, spannend. Ik vind het heel fout. Kijk, nu heb ik nog zo'n earcup, maar die gaat wel dicht. Oh ja, die kan je gewoon dichtknijpen. Ik heb wel pijn in mijn oor van die vorige. Van die veren? Oh, of van die cuff? Cuff, die veer, ja. Echt? Hoezo? Weet ik niet waarom. Dit staat mij zo niet. Hoe moet dit? Eeuw, nee, ja, zo moet het. Ik heb zijn rode oren. Moet je nagaan dat mensen dit dus kopen en dus doorverkopen voor 12,50 bizar. Op shops, hè? Er zijn heel veel Nederlandse backshops die dat doen. Ja. Ik ga geen namen noemen. Ik denk dat je heel veel gekraakt wordt trouwens. Dit is de achterkant. Dat is dus een veertje. En de voorkant is een steentje. Oh, die moet je in elkaar... Oh, je hebt deze ook in het zilver, zie ik. Oh ja. Oh, wat moeilijk om de achterkant... Mooi, vind ik die.
Maar het is heel moeilijk om de achterkant te vinden, want normaal heb je gewoon één bepaald stukje. Kijk dit, het zit aan elkaar. Eeuw, het zit gewoon aan elkaar. Oh, het is slecht. Heel slecht. Moet je het breken? Probeer eens. Nee, er zit gewoon lijm tussen. Oh, eigenlijk vind ik het nog leuk. Heel leuk. Huh? Oké, maar hij is wel verkeerd om, hè? Huh? Wacht ja, even, ik snap kijken, het niet. Met. Oh nee, hij is wel goed. Oh, de vleugel is gewoon van heel slechte kwaliteit. Ik dat heb een idee, Rebecca. Wil je deel 2 op jouw kanaal opnemen? True. Heb ik hem verkeerd om? Nee, dat dacht ik dus ook. Hij is mat. Van... Hij is heel gek. Huh? Kijk, want hier hoort hij. Maar ik vind die knopjes mooi. Dat knopje is heel leuk. Heel leuk. Want ik vind ook, als ik hem zo zie, ik vind het niet lelijk. Maar hij klopt niet. De vleugel klopt niet. Nee, alsof het de achterkant is. Ja, daarom dacht ik al wel. Maar je kan het niet op een andere manier doen. Grappig dat jij helemaal in het goud bent en ik in het zilver. Ja, hè? Ik wil een ander knapje. Met een knaapje. Nou, eigenlijk zou iemand nu wel zeggen, wat heb jij leuke oorbellen in, denk ik. Maar ik vind het zelf gewoon qua kwaliteit iets te slecht of zo. Ja, maar ik vind de knopjes heel mooi. Dus ik zou ze wel met een ander achterkantje misschien wel doen. Ja. Kijk, zo. De knopjes sowieso. Nee, ik ga deze doen. Ik ga deze doen. Ik vind deze zo lelijk. Wat dacht je toen je dit bestelde? Zijn het kersen? Ja. Ja. Ik vond kerst heel even leuk. Echt? Ik heb wel echt pijn aan mijn oren. Ze zijn helemaal rood. Kijk nou. Ze zitten niet vast. Ja, ik voel het ook hoor. Waarom is dat dan? Ja, telkens erin, eruit, denk ik. Dat weet ik niet. Dat dat gewoon heel vervelend is. Dit kan heel leuk zijn. Oh, deze zijn heftig. Wow. Kijk. Oh, die mooi. Mooi. Die vind ik heel mooi. Ik heb een ring van AliExpress en iedereen denkt dat het een trouwring is. En wat 1,20. Die vind ik heel mooi hoor. Zo leuk. Ik heb alleen geen achterkantje erbij. Oké, okay, tof service. Aardig. Eel, deze zit ook vastgeplakt aan de kers. Nice! Deze? Nou. Ik zweer, ik vind ze best leuk. Ik vind ze echt leuk. Als je ze goed combineert. Misschien met een hele, zeg maar, simpele outfit. Nou, ik vind ze ook wel echt. En dan, zeg maar, helemaal zwart of zo. En dan bam, die. Rode lipstick. Ja. Ja, nou ja, ik zou ze zelf niet per se hoeven. Ik hoop dat je het ook een beetje gaat zien. Ik hoop het ook. Daarom ga ik steeds helemaal zo naar voren. Ja. Ga nog even, moeten we even voor de tafel heen helemaal een beetje. Ja, maar dat doe ik de hele tijd, maar je ziet het bijna niet. Nee? Wauw, deze zijn zo mooi. Oké. Okay. Die vind ik echt oprecht. Ja, ze zijn echt prachtig. Mooi. Als je mij zou zeggen, ze komen van Swarovski. Je weet natuurlijk niet of het mooi blijft. Maar ik vind ze echt heel tof. Alleen ringen verkleuren altijd. Ja, klopt. Oké, jongens, omdat het zoveel is en we hadden eigenlijk nog even geen idee voor een video op Rebecca's kanaal. Nee, totaal niet. Dachten we, dan doen we gewoon dit ook op haar kanaal, want we hebben hier echt nog... Heel veel. Genoeg. Heel veel. Superleuk. Oké, dus geef de video even een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren hier en dan nu door te gaan naar Rebecca's video, daar ook te abonneren en een duimpje omhoog te doen. En natuurlijk kijken. En kijken. Dus laat even weten wat je ervan vond, ook zeker onder haar video. Bedankt voor het kijken en tot bij een weekvlog. Doei! Doei. Maar dan moet hij wel aan die kant. Natuurlijk. Hoeveel pijn doet deze stoel? Voel je het niet? Het is raar. Er zitten gekke stoelen. Dus de bodem steekt er doorheen. Hij is kapot. Allemaal. Oh, dat voelde ik dus. €5.